vliegveld Wezen verwacht een drukke decembermaand. Veel mensen bezoeken familie of zoeken de zon op in december. En we erwarten etwas über 100.000 Passagiere im Dezember. Met wirklich Spitzen en Peaks kurz vor den Weihnachtstagen en zum Jahreswechsel. En verder in het nieuws vandaag. Niet alleen het luchtalarm, maar ook het klimaatalarm ging vanmiddag af in Nijmegen. En het effect van sporten bij toenemend aantal patiënten met Parkinson. De wintermaanden komen eraan en voor veel reizigers betekent dat vaak een vlucht naar de zon of een bezoek aan de familie. Airport Wezen, net over de Duitse grens, verwacht dit seizoen meer passagiers dan de afgelopen winterperiode. Vooral in de decembermaand wordt het een drukke tijd verwacht voor de luchthaven. De winter is in aantocht en voor veel reizigers betekent dat een vlucht naar de zon of een bezoek aan familie. Vliegveld Wezen verwacht deze winter meer dan 550.000 passagiers. Een druk seizoen ligt in het verschiet. Also die nächsten Wochen werden für uns ist die Jahresendspurt, wie man es in Deutsch sagt, die Year-End-Rally. Und wir erwarten etwas über 100.000 Passagiere im Dezember mit wirklich Spitzen und Peaks kurz vor den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel. Komende periode zullen veel passagiers hun vertrek nemen vanaf het vliegveld. Dr. Paps laat weten dat er 100.000 meer zullen zijn dan de vorige winterperiode. Toch is het vliegveld goed voorbereid op deze drukte. Nein, wir sind auf die Passagiere gut vorbereitet. Letzten Endes muss man wissen, dass der Winterflugplan für uns immer ungefähr 50-60% des Volumens vom Sommer darstellt. Das heißt, wir kennen viel mehr Passagiere, die gleichzeitig unser Terminal und unseren Flughafen besuchen und sind bestens vorbereitet. De luchthaven verwacht een stijging van het aantal passagiers deze winter met meer dan 3.500 vertrekken. Populaire bestemmingen zoals Malaga, Girona en Edinburgh trekken deze winter vele reizigers. Ja, also generell sind die Destinationen für uns klassische entweder Urlaubsregionen, ja, also Spanien, Italien, aber auch Frankreich und wir sind ein sehr starker Flughafen für Marokko. Da haben wir viele Verkehre, wo Familien, insbesondere aus den Niederlanden, Familienbesuche stattfinden, sogenannte VFR-Verkehre, Visiting Friends and Relatives. Und wir sind ein Flughafen mit 7 Destinationen in Marokko. Und sind zwischenzeitlich 8, mal sind es 6, auf jeden Fall ein Flughafen in Deutschland, von dem Sie direkt nach Marokko fliegen können. Also normalerweise ist es, wir wissen es nicht im Voraus natürlich, aber die Regel bei uns ist, dass etwa 40-50% unserer Gäste aus den Niederlanden kommen. Dr. Papst maakt duidelijk dat op tijd komen op het vliegveld nog altijd belangrijk is. Also generell raten wir 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Bei Reisen in Non-Schengen-Gebiete, also insbesondere auch Marokko, auch 2,5 Stunden. Dann hat man genug Zeit zum Check-in, auch genug Zeit für die Sicherheitskontrolle und kann sehr relaxed in den Urlaub oder zum Familienbesuch starten. Al die drukte op het vliegveld is natuurlijk goed nieuws voor de luchthavens, zoals die van Wezen. Maar er is ook een keerzijde. En dat brengt ons meteen bij het volgende onderwerp. Actiegroep Extinction Rebellion en Grootouders voor het Klimaat hebben vandaag samen een protest georganiseerd voor het stadhuis in Nijmegen. Die actiegroepen roepen de gemeente op om het beleid omtrent fossiele reclame aan te pakken. En dat doen ze vandaag tijdens de maandelijkse klimaatalarm. Het klimaatalarm, het is een maandelijkse actie van klimaatactivisten. Elke eerste maandag van de maand gaat het landelijke bekende luchtalarm af voor een test. Dit is ook het moment dat actiegroepen alarm slaan. Want volgens hen is er geen tijd te verliezen. Het is een actievorm dat heet Die In, dus we liggen voor dood. En daarmee willen we laten zien, hey, de klimaatcrisis is echt niet heel ver weg meer. Nou, denk aan Valencia, denk aan Spanje met 200 doden. Volgens Extinction Rebellion heeft de gemeente de taak om de inwoners te informeren over de klimaatcrisis en ze te beschermen voor de gevolgen hiervan.
We hebben een aantal eisen. Nou, de allereerste is wees eerlijk over de huidige klimaatcrisis. De tweede is doe wat nodig is, neem passende maatregelen. En de derde eis is doe dat rechtvaardig. Nou ja, als je Nijmegen kijkt, niet iedereen heeft het geld om alles biologisch te kopen. Of we hebben energiearmoede in Nijmegen. Dus daar heeft de gemeente echt een opdracht. En gaan we graag regelmatig met de gemeente in gesprek en voeren we je actie. Grootouders slaan ook alarm, want zij maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Volgens de actievoerders duurt het te lang voordat er echt iets verandert. Ik was vorige week bij een voorstelling over 50 jaar klimaatspeeches. 50 jaar geleden, toen wisten we het allemaal al. Vervolgens is er iedere keer gewaarschuwd en we gaan nog steeds door. Met veel te veel energie gebruiken, veel te veel produceren. Ik vond het prachtig, zag ik net een leus, koopkracht. De kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt. Het is gewoon allemaal veel te veel. De actie is specifiek gericht op de gemeente. Ze willen dat de gemeente fossiele reclame in bushokjes volledig gaat verbieden. En dat de gemeente haar geld bij een andere bank gaat onderbrengen. We richten ons expliciet niet per se op de, op de bewoners. We willen informeren waar we als actiegroepen mee bezig zijn. Maar Extinction Rebellion gaat echt zeggen van hey, de gemeente, de overheden hebben een opdracht om te doen. Dus het is niet om met de wijsvinger hier mensen te attenderen, doe het anders. Het is mooi meegenomen als we straks een gesprek kunnen gaan met marktbezoekers. Maar het is echt een actie gericht op de gemeente. De afgelopen 5 jaar hebben bijna 17.500 inwoners van Nijmegen hulp gezocht bij het sociale raadslieden van de gemeente. Dat blijkt uit een onlangs bekendgemaakt verslag Sociale Raadslieden. De inwoners stelden in totaal 36.000 vragen die vaak betrekking hebben op de toeslagen van de Belastingdienst. Voor mensen met weinig inkomen vormen deze toeslagen een belangrijk onderdeel van het inkomen. Dat maakt dat deze mensen kwetsbaar, want ze zijn voor hun levensonderhoud erg afhankelijk van deze toeslagen. Tegelijkertijd is het toeslagensysteem zo complex dat de mensen daar geen goed inzicht in hebben. Daardoor krijgen sommigen te veel toeslag en worden zij met terugvorderingen geconfronteerd waar zij geen rekening mee hebben gehouden. In 2014 is stichting AED Mook en Molenhoek van start gegaan. Dat betekent dat soms levensreddende apparatuur inmiddels 10 jaar oud is en daarmee ook aan vervanging toe is. Met hulp van de donateurs, de gemeente en een aantal bedrijven kan deze vervanging gerealiseerd worden. Wat zeker ook helpt is dat voormalig burgemeester Willem Gadersen bij zijn afscheid geen cadeau wilde, maar een bijdrage voor nieuwe AED's in de gemeente Mook en Middelaar. Landelijk gezien kan worden vastgesteld dat door AED netwerk in Nederland ruim 4000 personen gered worden. Parkinson is een ziekte die steeds vaker voorkomt in Nederland. Bewezen is dat sport een belangrijke invloed kan hebben op deze mensen. Daarom worden er bokslessen georganiseerd voor mensen met Parkinson. En vanuit de Nijmeegse ziekenhuizen zijn er ook samenwerkingen gekomen om betere zorg te kunnen verlenen. De ziekte van Parkinson is een aandoening die beweging, evenwicht en spierstijfheid aantast. Gerry Gerrits van fitnessclub Druten geeft bokslessen aan mensen met Parkinson, zodat mensen met deze ziekte toch genoeg in beweging blijven. Het is eigenlijk een ziekte, een degeneratieve ziekte is het, die eigenlijk steeds minder gaat voor die mensen. Maar door te sporten, zoals wij dit aanbieden vanuit PBX Nederland, waar we opgeleid zijn, gaan we dit ook op deze manier geven. Proberen we dus te stagneren en dat het niet nog sneller, want stilstand is voor hun niet achteruitgang, maar hele harde achteruitgang in verstijven, in tremor, in sommigen hebben zelfs overstrekking. En je probeert in alle opzichten probeert makkelijker te maken voor die mensen. Problemen kan ook zijn dat ze heel moeilijk uit bed komen en dan proberen we daar ook weer gerichte oefeningen op te doen, zodat dat een klein beetje helpt. Voor de deelnemers betekenen deze lessen meer dan alleen beweging. Het helpt om fysiek sterker te worden, maar ook om mentaal positiever in het leven te staan. Ja, ik had er eigenlijk helemaal geen ervaring mee, maar ik vind het wel leuk om eventjes uit te leven. Om even het zweet op het voorhoofd te krijgen. En met de groep de oefeningen te doen. Die dus ten goede komen aan de ziekte van Parkinson bij mij en bij anderen. Nou, voor mij is het een stukje energie krijgen van een workout, zeg maar, wat mij ook de dag doorbrengt. En dat is wel de voornaamste reden.
Sowieso sporten helpt voor iedereen, maar met Parkinson probeer je eigenlijk dat wat afgebroken wordt, dus de cellen die dopamine aanmaken, die sterven langzaam af, waardoor dus eigenlijk de dopamine zorgt eigenlijk voor een stukje motoriek, een stukje cognitie, cognitieve gedeelte, het bewegingspatroon wat ze normaal is voor de mensen, is bij hun eigenlijk een blokkade geworden. De bokslessen zijn speciaal afgestemd op mensen met Parkinson, die bestaat uit verschillende oefeningen. Alles wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan trainen. Les bestaat uit heel veel dingen, dus conditiekracht, stretch, cognitieve oefeningen, motorische oefeningen. En die laten we terugkomen. En de voordelen voor hun is dat ze dat in de praktijk uiteindelijk, en die feedback hebben ze recentelijk ook teruggegeven, kunnen toepassen. Nou, ik vind dat hij zich goed verdiept zeg maar, in de persoon zelf. Hij heeft heel veel rust en neemt heel veel tijd voor iedereen. Want we merken toch dat we alles wat langzamer doen dan standaard. En dat is wel prettig. Ook in het Radboud UMC wordt gewerkt aan de toekomst van Parkinsonszorg. Nieuwe samenwerkingen tussen ziekenhuizen en zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Ja, je moet weten dat het aantal mensen met Parkinson heel snel toeneemt. We weten dat er nu al 60.000 mensen met Parkinson in Nederland zijn. En dat verdubbelt dat aantal de komende 20 jaar. En terwijl het aantal zorgverleners niet echt toeneemt. Dus we moeten met minder zorgverleners voor heel veel meer mensen met Parkinson goed zorgen. En daarom vinden we het heel belangrijk als partijen in de regio om met elkaar samen te werken om de zorg toekomstbestendig te maken. Na een sterk wisselvallige dag gaan we een winderige nacht tegemoet. De wind wordt vannacht namelijk sterk en er vallen hier en daar ook nog wel wat buien. Dinsdagochtend zijn er ook nog een paar buien, maar in de loop van de dag wordt het aantal wat minder en uiteindelijk wordt het ook droog. In de avond klaart het verder op en morgen wordt het maximaal zo'n 8 graden. De woensdag zal een vrij rustige dag worden. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar veelal is er een mix van zon en bewolking. Donderdag zal Sinterklaas helaas een natte verjaardag krijgen, want die dag verloopt juist weer erg regenachtig. Voor het rustige weerbeeld moeten we toch echt naar volgende week kijken. En dit was het RN7 regennieuws van maandag 2 december. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of natuurlijk in de gratis RN7 app. Volg ons ook eventjes op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en zelfs op TikTok. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!